Laureen en haar man adopteerden 15 jaar geleden een prachtig meisje uit Taiwan. Dochter Annemij was toen 13 maanden. En al die tijd was Maureen voor Annemij gewoon haar moeder. Totdat er precies een jaar geleden een brief op de deurmat viel van Annemij's biologische moeder. En jullie zijn hier, Maureen en Annemij, hartelijk welkom. Maar Maureen, ik begin met dat is toch als moeder wel heel gek als je dat opeens ziet, zo'n brief. Maar ik was wel heel blij. Oh, je was blij? Ik was heel blij, ja. Eindelijk een teken van leven. We hebben altijd in de loop der jaren zelf brieven verstuurd met foto's, maar nooit kwam er wat uit Taiwan. Okay. Dus dat was wel heel bijzonder. En was het in het Engels? Of in... Het was in het Chinees en vertaald in het Engels. Vertaald. Ja. En nou, dan krijg je opeens een brief van iemand die jouw biologische moeder is. Hoe is dat voor jou? Ja, het was heel apart. Ik kwam thuis en mijn moeder zei, we hebben een pakketje gekregen uit Taiwan. En ik dacht echt, okay, wel echt heel apart ook. Want het is echt uit het niets en dan ga je dat ophalen. En ik moest nog naar stal, dus ging het daarna dus openmaken. Ze moest naar de manege. Ja, maar mee, dat begrijp ik. Nog even paardrijden. En, en daarna ging je dan die brief lezen. En, wat stond erin? Dat ze blij was dat ze de juiste beslissing had gemaakt. En dat ze het fijn vond dat ik nu echt een goed leven had. En dat. Toen kwam die brief en toen hebben jullie samen een bijzondere reis gemaakt. Ja. Vertel. Annemij wilde dus eigenlijk niet echt graag naar Taiwan voegen. En jij wilde eigenlijk Ik probeerde het altijd te stimuleren, maar ze wilde niet. Mm. Dan houdt het op natuurlijk. Door die brief veranderde dat. Dus we hebben de reis geboekt, aangegeven, wij gaan naar Taiwan. We komen op die tijd naar Taiwan. Willen jullie voor ons een ontmoeting regelen met de moeders? Hmm. En maar goed, dat gebeurde niet. Wij kregen maar niks te horen. Mijn mailbox bleef leeg. Hmm. En toen kregen we te horen dat de oma van Annemij ons heel graag wilde ontmoeten. Ja, dus hoe was dat? Ja, dat is wel heel leuk. Dat ze gelijk zo enthousiast was om ons te gaan ontmoeten. Met mijn moeder, mijn biologische moeder, was het wel wat moeilijker. Ja. Was het ook wel echt veel... Je trok zich toch een beetje terug. Ja. En hoe was het voor jou überhaupt om in Taiwan te zijn? Ja. Want, voelde je iets van... Nou, ik heb het wel... Ja, het was wel heel erg leuk om er te zijn. En ook een beetje na te denken over hoe zou het dan zijn als je daar dan was opgegroeid en zo. Maar ik ben wel heel blij dat ik ben. Ja, ik heb het nooit moeilijk gevonden omdat ik ben geadopteerd. Nee. Dus, En uiteindelijk heb je je moeder wel ontmoet, hè? Ja. Hoe was dat? Eind. Als ik naar Spoorloos kijk, vind ik altijd heel hard huilen. Ja. Als ik zoiets zie. Maar hoe was dat bij jullie? Nee, het ging eigenlijk best wel soepel. Het was niet zo van helemaal huilen en drama. Het zijn Aziaten, hè? Die gaan niet snel huilen. Nee. Dus gewoon netjes een hand geven. Voel je dan nog iets? Of? Ja, het was wel heel bijzonder om dan ineens je biologische moeder te ontmoeten. Het is wel heel bijzonder. Ja. Heeft dat nou ook nog iets voor jou betekend als het gaat om vragen als wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Ik heb dat nooit echt heel erg gehad of zo. Nooit zo van, wie ben ik nou echt? En heel veel mensen die zeggen, er valt echt een puzzelstukje op zijn plek. Ja. Maar ik had... En hoe oud ben jij? 16. Ja. Zo jong nog. Nou, het leuke was dat haar moeder als hobby fotografie heeft. En zij studeert nu fotografie. Wow. Dat is toch ze gaf als een cadeautje een antieke camera die ze vroeger zelf heeft gespaard. Dus dat was wel heel gaaf. Oh, dat is wel heeft het jullie band dieper gemaakt naar zoiets? Als je dat meemaakt met elkaar? De band was eigenlijk al wel gewoon goed, maar... Ja, het is ook niet dat omdat ik nu mijn biologische moeder heb ontmoet, dat het dan ineens zo van is. Ja, dat Maureen zeg maar echt ineens heel anders is of zo. Nee. Het is gewoon een beetje hetzelfde gebleven. Het is gewoon je moeder. Ja, het is gewoon mijn moeder. En Maureen, je hebt een boekje geschreven, Retourtje Roots. Die rootsreizen zijn tegenwoordig populair. Ja, hè? En in dit staat jouw verhaal in en ook nog 10 andere verhalen. Mm-hmm. Heel interessant, als u denkt, daar wil ik meer van weten, ga naar onze site. Daar kunt u zelfs het boek bestellen. Nou, ik vind het een heel mooi verhaal. Dank jullie wel. Dank je wel.